Yo, beste kijkers van Antwoordvraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk massaal op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. We gaan voor die 400.000 abonnees voor natuurlijk 2019. En we hebben nog ongeveer een weekje. Ik hoop dat we dat kunnen gaan halen. En check even shop.antwoordvraag.nl voor onze nieuwe zip hoodies. Namelijk de glow in the dark en de gouden variant van de zip hoodies. Echt super vet. En de beanies, natuurlijk handig met het koud. Weer wat eraan gaat komen. Goed jongens, laten we vandaag eventjes beginnen met de itemshop. Wat we eigenlijk elke morgen doen. En dit is de itemshop van vandaag. We zien het, de Krampus. De Krampus Little Helper en de Badge of the Bread Catcher, sorry. Van deze vind ik de Krampus Little Helper echt super vet. Holy damn, volgens mij is het namelijk een paard. Maar dan natuurlijk een beetje aangepast. Of het is een soort van koe, of het is een soort van... Ik weet het oprecht niet. Wat is dit voor een beest? Ja, het doet er in ieder geval niet toe. Het gaat er natuurlijk om dat die er vet uitzien. En ik vind die er zo vet uitzien, hè. De Krampus vind ik trouwens ook echt super vet. En dit is gewoon een legendary skin. Tijdje geleden volgens mij dat we weer een legendary hebben gezien. Maar nu weer een legendary. De Krampus. Echt ongelooflijk vet. En ja, deze skins zaten in een file die niet gezien kon worden. Dus vandaar was hij niet geleakt. Maar ja, vandaag ziet hij erin gelukkig. Kunnen we hem kopen? Heel erg dik natuurlijk. En ook de daily items, we zien het weer. De knock-ups kun je halen. En de cozy coaster. En ook de you shouldn't have. Als je die skin dus nog niet hebt gehaald, nu is nog je kans. Waarschijnlijk is dit een van de laatste keren dat die in de itemshop komt. De knock-ups en de you shouldn't have en de cozy coaster. Dus ja, als je hem wil halen, ik zou zeggen, koop hem echt vandaag. En dat kun je natuurlijk doen met de supporter creator code. Te veel gevraagd, wordt heel erg gewaardeerd. En wanneer je een foto maakt van jouw aankoop en die opstuurt naar onze Twitter of Instagram, maak je natuurlijk kans op prijzen of een shout-out. En de shout-out die heeft Moha2Hafi, ik zeg het sowieso verkeerd, sorry daarvoor, heeft die gewonnen. En hij zegt erbij, ik ben helemaal into die kerstsfeer. Of helemaal into de kerst, sorry. Ik heb de Mary Marauder en de Slushy Soldier skin gekocht met daarbij de Ice Pickaxe en de goedkope emotes. Met de supportercode te veel gevraagd om jullie daarbij te helpen. Krijg ik een kans. Nou, sowieso dikke shout-out naar jou dat je ons hebt geholpen met zoveel dingen die je hebt gekocht. En absoluut, je maakt kans. Want binnenkort gaan we natuurlijk die grote prijzen weggeven. En als je dat nu al opstuurt, dan maak je al kans. Dus stel, je stuurt het nu gewoon op. Geen probleem. Dan maak je binnenkort kans om bijvoorbeeld die PlayStation, Xbox, Wii of andere grote dingen die we gaan weggeven te winnen. En hey, wie deze week nog geen aankoop heeft gedaan in de item shop, dan denk ik dat je nooit een aankoop gaat doen. Want deze week was zo'n goede week, hè. Deze week van de item shop is echt niet normaal. De Marion Marauder, de knock-ups, die andere OG skins. Ik weet de naam eventjes niet. Echt ongelooflijk dik. En het is nog niet afgelopen, denk ik. Ik denk dat we deze week ook nog wel wat hele toffe skins gaan krijgen. Vandaag hebben we toffe skins. Het is echt niet normaal meer. Goed jongens, gaan we door naar het eerste topic. En dit gaat erover dat er gisteren heel erg random in de middag opeens een content update was gekomen. En in die content update voor de Battle Royale is ook iets nieuws gekomen natuurlijk. En dat is een cadeautje. Een cadeautje die je kan neergooien. En wat houdt dit precies in? Nou, je kunt dus op de floor loot, chest en supply drops kun jij dit cadeautje vinden. En wat het is een item die je neergooit. En wat er dan gebeurt is, dan ontstaat er gewoon een 1x1 cadeautje. Echt super vet. En wat zit er in het cadeautje? Nou, er zit een legendary rarity item in de drop. En dat is er minimaal 1 en dat kan maximaal tot 5 stekken, zeg maar. En er zit minimaal gewoon 1 heel goed wapen in. Dus je hebt sowieso een legendary wapen en een ander goed wapen. Het is in ieder geval super nice dit cadeautje. Als je die vindt, gooi hem gelijk neer om natuurlijk die loot te verkrijgen. Of wat je ook kan doen, wat je kan proberen is tegen de enemy aanstaan, dan het cadeautje gooien, waardoor je met z'n tweeën in het cadeautje zit en dan heel snel de traps plaatsen, want ja, dat kan gewoon. En dan kill je hem natuurlijk heel erg makkelijk, want ja, die muren komen instant om hem heen en hij maakt geen schijn van kans. Dus dat is echt een hele goede manier. Wat je natuurlijk gisteren ook kunt krijgen en vandaag waarschijnlijk ook nog, hoop ik in ieder geval, want ik heb hem ook nog niet, is deze backbling. Hell yeah, deze backbling
is natuurlijk super vet. Gaat iedereen denk ik weer gewoon unlocken, omdat het weer een gratis backbling is voor iedereen. Super gaaf natuurlijk. Wat ook is veranderd gisteren, is de blok. De blok is weer aangepast. En dit keer is hij aangepast in een soort van, nou, runway of zo. De Risky Runways heet het. En ja, dit is echt heel erg tof. We hadden enkele dagen geleden zoiets al geleakt. Het ziet er iets anders uit dan we hadden verwacht. Maar hey, dit is het geworden. Het lijkt er wel heel erg op. En het is echt heel erg vet geworden als ik zo kijk naar dit plaatje. Wel gaat het waarschijnlijk heel veel materials kosten om hier naartoe te gaan. Omdat je jezelf weer wil opvangen en zo. Omdat je van die bounce pads hebt. Maar het lijkt me wel echt een hele gave plek hoor. Dus ik ga hier sowieso wel weer een paar keer droppen. Want dit ziet er ook wat georganiseerder uit en niet zo heel erg druk. Dus ja, dit gaat waarschijnlijk weer een hele drukke plek worden, omdat het ook weer een nieuwe plek is. Super vet. Gaan we door naar het volgende. En dit gaat erover dat de Frozen Legends bundle nu available is in de store. Je kunt nu naar de store gaan en de Frozen Legends bundle krijgen. En dan krijg je natuurlijk deze 3 skins. En je krijgt ook nog de backblings erbij. Super vet natuurlijk. En ja, het kost nu volgens mij €25 om het aan te schaffen. Valt in principe, als je erover nadenkt, wel mee. Want deze skins in totaal kosten normaal gesproken 6000 V-bucks. En dat is ongeveer €60. En nu deze skins voor €25. Best wel een goede bundel als je het mij vraagt. Gaan we door naar het volgende en ook weer het laatste. En dit gaat over de nieuwe update en over de content updates. Want wat we hebben gezien nu is dat er dus gisteren random een content update is gekomen. Een 7.10 content update. Maar ze hadden het ook over een 7.2 update. Namelijk meerdere keren is door iemand die bij Epic Games werkt bevestigd dat een bepaald iets in de volgende update gaat komen. En dat dat de 7.2 update gaat zijn. Nou, wanneer gaat die update komen? Waarschijnlijk komt de 7.2 update pas over 2 weken ongeveer. En zijn ze nu bezig met 7.10 content updates. Ze hebben nu 1 content update uitgebracht gisteren. En er moeten er nog 2 komen. Dus 3 in totaal. En wanneer komt de volgende content update? Dus de tweede. Nou, die komt zondag volgens Mr. Popo TFS. Hij werkt bij Epic Games. Dus hij kan dit sowieso bevestigen. Zondag dan komt de nieuwe content update. En dan kunnen we weer iets nieuws verwachten in de game. En dat is natuurlijk super tof. Dat zou bijvoorbeeld de driftboard kunnen zijn. Meest waarschijnlijk. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat dat bijvoorbeeld dat nieuwe wapen wat in de files gevonden is, dat het is. Of wat het ook kan zijn, is de carrot die in de files is gevonden. Dus een nieuwe consumable of iets wat je kan vinden. Lijkt me ook wel heel erg tof. Maar eerlijk gezegd, die wel het minst tof natuurlijk. Ik zie liever een van de andere 2. Maar hey, er moeten nog 2 content updates komen. Dus wie weet krijgen we ze misschien alle 3 wel in totaal tijdens die 2 content updates. Lijkt me natuurlijk super tof. En ja, dit kunnen we dus verwachten voor de komende 2 weken, deze content updates. En daarna krijgen we de 7.2 update. En waarom doen ze dit, deze random content updates? Nou, dat komt omdat Epic Games nu een soort van vakantie heeft. En ja, je zult het niet zeggen met deze content update dat ze vakantie hebben. Maar Epic Games is nu gesloten. Dus ze zitten niet op hun kantoor. Waarschijnlijk liggen ze aan het strand. Maar toch hebben ze gewoon de content update. En moet je voorstellen hoeveel werk dit heeft gekost. Al die voorbereiding puur en alleen om die vakantie te verdienen. En of ze die hebben verdiend. Dit jaar was een geweldig jaar van Fortnite. En zelfs tijdens hun vakanties hebben ze gewoon updates. Echt super gaaf. Nou mensen, dit was het einde van het informatieve stukje van de video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Laat sowieso eventjes een duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check eventjes shop.wilvraag.nl voor onze nieuwe zip hoodies. Namelijk in glow in the dark en in het goud. Super vet. En ik zou zeggen, geniet nog eventjes van de gameplay. Mensen, peace out. En oh ja, iedereen die gisteren was gekomen bij het Com Museum, dikke shout-out naar jou. Het was echt super, super tof.